Hey beste mensen, welkom weer bij een nieuwe video. We zijn al sinds 5 uur 's ochtends bezig, de hele week eigenlijk al. Door het warme weer worden we van her en der gebeld, want mensen die zijn overleden, stank, rioloverstroming, alles begint te stinken. Ik ben echt heel moe, heel moe. Maar we gaan nu naar het zuiden van het land toe, even naar het politiebureau sleutel ophalen. Woning te gaan kijken waar iemand schijnbaar is overleden en de stank schijnt heel erg te zijn. De maden komen al door het plafond heen bij de onderburen. Ik vermoed dat het een hele heftige situatie is. Ook met het warme weer is het natuurlijk heel snel gaan ontbinden het lichaam. Ik heb net trouwens een schepje pre-workout genomen. Om even die lichaam even een boost te geven. Zodat ik er weer tegenaan kan. Daar kan ik lekker een beetje in. Dan kan ik dit weekend even een beetje uitrusten. Het is echt een gek weekend geweest. Volgende week zitten we ook weer aan af. Week erop weer. Dus we hebben lekker werk. En nogmaals dank allemaal voor alle steun en positieve comments en de nieuwe abonnees. Jullie zijn geweldig. Dus we rijden nu even naar het bureau en dan zien we jullie straks. We zijn zojuist op locatie gearriveerd. De maden kropen bij de onderbuur door het plafond heen. Zo is die persoon ook gevonden. Omdat de politie polshoogte is gaan nemen. Je ziet de maden allemaal op de vloer liggen. Schrik niet mensen, het is echt heel heftig. Je ziet hier de afdruk van de persoon liggen. Je moet wel maar draad gaan halen. Hier ontlasting en dergelijke. Alle vervuiling. En heel zielig, heel triest. We gaan jullie niet meer laten zien. We gaan echt alleen dit filmen. Uit respect ook voor de nabestaanden en dergelijke. Eigenlijk voel ik me intens prettig bij om dit te delen. Ik zal achteraf ook even kijken of dit überhaupt online gaat komen. Als we het mooi op beeld kunnen brengen met respect. Onze bedoeling is niet om amusement of zo online te zetten. Voor de lol dit soort video's te delen. Maar om echt mensen bewust te maken dat de hulp beschikbaar is. Dat ze dit niet zelf hoeven te doen. En dat wij er gewoon met respect mee omgaan. En mensen echt willen helpen. Ik ben nu aangekleed. Volgelaat, omdat het zo heftig is. Dat persoon gaat straks misschien op. Dat hoeft nu nog niet. Ik ga eerst hier eromheen schoonmaken. Zodat we veilig hier rond kunnen lopen. Zonder allerlei sporen te verspreiden. En andere dingen uit te smeren. Dat ga ik nu eerst doen. De handdoeken zijn hier waarschijnlijk door de politie neergelegd, vermoed ik. Er ligt ook overal. Ja, ligt ontlasting, verhaalde ontlasting. Je ziet de maden al bewegen hier, jongen. Met haren, of van alles. Dat moet allemaal weg. Ik was zo min mogelijk met mijn handen aanraken. Om geen besmetting te krijgen. Of met een kleine pincet alles oprapen. En ik zie hier wel honderden maden bewegen en rondzwerven. Nadat ik zoveel mogelijk heb weggehaald als ik kan, ga ik de vlek hier aanpakken en probeer te verwijderen. Dat hier enigszins het bed aan de slag kunnen. Het is meer werk dan ik aanvankelijk heb gedacht. Ik dacht dat de handdoeken
gewoon opblazen. Van de bewoner zelf, maar schijnbaar is dat er opgelegd. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar er zitten hier heel veel maden die bewegen. Ik probeer allemaal weg te kruipen. Die gaan we even verdoven. Dat we ze kunnen opvegen. Ze vliegen van de kant op. Dat willen we niet hebben. Dat gaat net de foto even, jongens. Zoveel mogelijk, even voor nu. Mijn handen zijn zoals aan het schoon, mijn pakken ook. Ik probeer zo netjes mogelijk te werken. Ik vind het een beetje vervelend dat ik niet goed hier kan lopen. Dus ik ben niet echt helemaal blij met de setup van hoe we dit verspreiden via onze voeten. Maar dat gaan we straks regelen. Het is heel warm ook. Het is nu ongeveer 35 graden buiten. Met dit pak aan 45, 50 graden. Met masker. Dus af en toe ben je er niet helemaal bij met je ogen, maar ik probeer gefocust te blijven. We gaan nu even dit eraf halen. Om te kijken hoe ver het is doorgelopen. En daarna gaan we het matras behandelen. Zo te zien is er wel aardig wat doorgelopen. Dit is dus waarom we dit soort dingen filmen en aan jullie laten zien. Zodat mensen begrijpen dat je hier niet zelf aan moet beginnen. Afgezien van het feit dat het levensgevaarlijk is, is dit ook heel traumatiserend. Niet iedereen kan hiermee omgaan. Dit is het dekdeel waarschijnlijk. Ja. Gaan we dan ook weer af. Dekdeel weghaal. Er zaten heel veel lagen. We hebben gedeeld ook weggeknipt. We hebben deze joekel voor. Professionele start. Gelukkig is het niet verder doorgedrongen. Het scheelt weer voor ons, vooral omdat het zo warm is. Als we moesten we gaan zagen en doen, geen probleem, maar liever nu niet met die warmte. Ik ga even kijken, dit gaan we ook even uitknippen. En even kijken tot hoe ver het is doorgelopen. En dan gaan we verder kijken. We hebben nu dit weggehaald. Ik dacht dat dit lijkvocht of iets dergelijks was, die oranje vlekken. Maar het is een soort van stof, je kan het eraf schrapen. Ik ben nog nooit eerder tegengekomen op mijn matras. Waarschijnlijk gewoon heel oud en vies, het is ook helemaal vergeeld. En om jullie een idee te geven van hoe warm het is in zo'n pak. Kijk het zweet hierin. Het loopt gewoon van mijn masker af. Dan krijgen jullie een idee hoe dit voelt. Hier binnen kook ik, maar ja. Ah, dan ga ik eerst. Ik kan hem nu afdoen. En de troep en zo is weg. Gevaarlijke dingen. En nu kunnen we gewoon aan de slag met de rest. Dus dat gaan we nu even regelen. Het matras is nu weg. We hebben al het bevelde materiaal eruit gehaald. Dat gaat straks in afvalcontainers, in medisch afvalcontainers. Het matras ligt nu hier. Dat kan nu gewoon als grof vuil laten afgevoerd worden, want al het bevelde gedeelte is weg. Het bed eronder hebben we even opgetild. Om te kijken wat hier ligt na maden, maar voor de rest geen bloed of dergelijke. Dus we gaan dit nu even goed aanpakken. En dan gaan we dit even verder afhandelen.
Kamer is nu klaar. We hebben honderden maden weggezogen. We hebben even alle handcontactpunten gedesinfecteerd. De vloeren ook helemaal ingespreid. Materiaal even schoongemaakt. We gaan nu opruimen. En inpakken en daarna wegwezen. We gaan nog even het een en ander installeren in verband met de lijklucht die we nog gaan verwijderen. En dan komen we na enkele dagen terug. Ik weet niet of we ook de woning zullen moeten ontruimen. Nou, het zal sowieso moeten gebeuren, maar ik weet niet of ze dat door ons zullen laten doen. Maar wij zijn in ieder geval klaar. En om jullie een idee te geven van hoeveel ik nou net heb gezweet. Ik weet niet of je het kan zien, maar het is echt zeik en zeiknat. Ik kan er nog net geen water uitpersen, maar het was weer een heftige dag. En nu lekker ons bedje in.